Nou, heel klein stukje. Wat houdt je literaire snackbar in? Literaire snackbar. En bij mij kan je grappige gedichten trekken over snacks en snacken. Ik heb onder andere hier de liefdesnack. Die zie je in beeld, ja. Frikandellenlied. Aan de andere kant, bijvoorbeeld, heb ik hier de ode aan de patat met. Een patatoorlog, een kinderpatatje. Ik heb speciaal voor vandaag heb ik een gedicht geschreven voor de opening van de nieuwe bibliotheek. En het heet Als het balletje gaat rollen. Zal ik die voordragen? Ja, doe maar. Speciaal voor de opening. Moet ik even kijken waar ik even, ben. Ja. Ik hoop het, want zometeen is het bandje van de camera vol. Nee hoor. Oh, nee, oké. Als het balletje gaat rollen. Eén boek en een bitterbal. Nee, door de bibliotheek lopen met vette vingers is niet zo'n goed idee. Maar toch, op een opening krijg je lekkere trek. Laat de bibliotheek je dan inspireren tot een zelfgemaakte snack. In een van de vele kookboeken hier in het rek vind je vast zonder je te dollen hoe je thuis zelf een bitterbal kunt rollen. Dankjewel. Lely geboren. Hier heb ik geslapen een vijf tijdje. Jaar, 5 jaar geboren. En daarachter, ja, dit was café. Daar hadden we al een moeder in. Dus.